beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky en vandaag zijn we weer terug. En ik zie dat hier twee mannetjes gezellig aan het zitten zijn. Jongens, mag ik erbij zitten? Ik mocht er niet bij zitten. Maar wat leuk dat jullie er weer zijn vandaag. Vandaag heb ik weer hele leuke plannen voor jullie. Ik heb ze allemaal zelf samengesteld. Maar voordat we die plannen uit kunnen voeren, moeten we eerst op pad gaan. En ik heb vandaag toch zo'n leuke auto samengesteld. We hebben hier mijn prachtige limousine, de Henkimousine. Henkimousine Mobiel 9482. Dat is het officiële serienummer. En jongens, deze is toch geweldig, hé? Laten we er even mee op pad gaan. Hij is wel een beetje misschien te snel voor wat hij kan doen. Maar dat maakt allemaal niet uit, natuurlijk. Oh! Sorry, dozen. Goed, laten we gelijk maar eventjes lekker op pad gaan. En daarvoor moet ik wel eerst even de stad uit. Want wat we vandaag gaan doen, dames en heren. Wat we vandaag gaan doen, dat is toch veel te gevaarlijk voor de stad. Hou op, passen nou. Aan de kant! Aan de kant allemaal! Aan de kant! Goed, we zijn bijna op onze bestemming aangekomen. Daarvoor moet ik heel even eerst hier langs zo. Pas op, bier! Ik zie een bier! Wow! Dan gaan we hier over. Oh, dat is niet echt heel handig. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Kijk, we landen altijd netjes op. Netjes op onze wieltjes. Goed, we zijn nu op een locatie aangekomen. Want we zijn bijna op een locatie aangekomen waar ik al zo lang niet ben geweest. Kijk nou, dit is het vliegveld hier. Dan gaan we eventjes onze limousine, onze Henkimousine, gaan we hier precies in dit vak parkeren. Zo. En dan is het tijd voor een hele geheime missie. We moeten namelijk, als we hier de hoek omlopen, dames en heren. Kijk, volgens mijn calculaties. Oh, daar staat hij. Kijk nou even, wat een prachtpraaltje. Een mooie helikopter. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet zomaar een helikopter instappen zonder hem even een mooi kleurtje te geven. Als we hier nou even een beetje klooien. En hier nou een beetje flansen. En als vervolgens dan weer omdraaien, dan bam, is hij ineens een hele mooie kleur. En dan hoor ik je natuurlijk denken, maar Henkie, je ging toch vandaag heel wat anders monteren? Ik weet het, jongens, jullie moeten even geduldig afwachten. Want we moeten eerst onze geheime missie voortzetten. We stappen in de helikopter, de Henkiekopter. Ik moet namelijk naar een hele geheimzinnige plek. En daarvoor moeten we eerst even deze kant hierop vliegen. Vliegen we over de snelweg hier naar een van deze eilanden. Welke was het ook weer? Hier is het, daar is het, ik ben er. Oh, afremmen, afremmen, afremmen. We moeten naar beneden. We moeten naar beneden. Kijk, hier is het, kijkers. Dit mysterieuze eiland hier. Dit is waar ik vandaag moet zijn. Dan landen we onze prachtige helikopter even voorzichtig hier. Pas op, vogeltje. Zo, dat is voorzichtig, hè. Zie je, dames en heren. Henkie heeft geleerd. Hij kan tegenwoordig voorzichtig zijn. Laten we dan nu snel naar binnen... Ah, steentje. Laten we dan nu naar binnen lopen. En mijn materialen ophalen die ik vandaag nodig heb. Hier ligt wat ik nodig heb. Als het goed is, heeft mijn contactpunt met wie ik dit geheimzinnig allemaal doe het onder deze... matras onder dit matrasje verstopt. Dus laten we het even pakken en dan laat ik aan jullie zien wat ik nodig had. Goed, dames en heren. Ik heb het verzameld. Het is een prachtige Minecraft picket. Oh, kijk nou hoe mooi die eruit ziet. Nu kan ik eindelijk gaan minen. Hey, ik had eindelijk al een keer wat steen en hout nodig allemaal, zodat we prachtige materialen verzamelen voor mijn hele mooie monster scooter. Oh, ik heb er zin in. Goed, laten we snel teruggaan. En gelukkig hebben wij een Henky Boosbutton. Hou, hou, hou. Oké, zou ik denk je voorzichtig kunnen landen? Laten we even kijken. Maar weet je wat, ik spring er wel vanuit. Waarschijnlijk werkt het ook. Oh, ik ben mijn parachute vergeten. Goed, we zijn aangekomen weer bij onze limousine. Ik bedoel, ik heb altijd natuurlijk een hele ijzersterke rug. Henkie is gemaakt van metalen botten. Goed, dan heb ik hier allemaal dozen staan voor materiaal. Het enige wat ik dan nog nodig heb is een scooter als testmodel. En misschien een soort quad. Hallo, is er iemand die hier misschien een quad verkoopt? Of een scooter? Een van de twee, maakt niet uit. Oh, daar heb je het, een scooter en een... Dit is geen quad, wat is dit? Dit is een soort buggy. Dames, heren, jongens, meisjes, mevrouw, mag ik misschien jullie kwad lenen. Hallo meneer, vindt u het erg als ik uw kwad leen? U mag ook gewoon ja of nee zeggen hoor. Anders krijgt u een pickaxe op uw hoofd. Oké, dan neem ik de scooter mee en dan kom ik zo meteen de buggy halen, oké? En stuur maar een rekening van de hoofdwond. Niet mijn schuld. Goed, laten we snel deze scooter maar meenemen. En dan kijken we even of we deze kunnen monteren. Maar ik heb ook die buggy nog nodig. Zo, dan zetten we de scooter hier prachtig neer. En dan gaan we nu even met mijn pickaxe die buggy regelen. Nee, ze hebben het feestje opgeruimd. Nee, de buggy is weg. Hoe kan dat nou? Hebben jullie het feestje hier naartoe verplaatst? Maar waar is de buggy? Oh, een golfbuggy. Ja, die is ook wel goed. Die heeft ook al de materialen die ik nodig heb. Die gaan we ook even stelen. Dank jullie wel.
Goed, dan rijden we deze ook naar binnen. Dan zetten we die hier naast de scooter en hebben we denk ik alles wat ik nodig heb. Het enige wat misschien nu nog van pas komt zijn wat grotere wielen, want het wordt natuurlijk een monster scooter. Misschien hier? Tel even de doos open hoor. Open nou, open nou, open nou, open. Open! Waar dan? Oké, daar zat het niet verstopt. Weet je, ik ga die wielen wel even zoeken en dan gaan we hem gewoon helemaal in elkaar monteren. En dan zie ik jullie zo meteen terug en weet je, we gaan het in delen doen. Ik ga jullie een beetje door het proces heen helpen. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe Henkie dit monteert met zijn monteurdeur. Tot zo! Wat zijn we al ver met monteren? Kijk dan eens eventjes. Oh, dit is toch helemaal mooi. Althans, het model ziet er mooi uit. Ik bedoel, hij is nog helemaal wit. Dat zijn nog niet de Henkie kleuren. Dat gaan we zo meteen doen. Maar zoals je kan zien, ik heb de voorkant van de scooter losgekoppeld met de achterkant. En een soort van zelfplatformpje ertussen gebouwd. Waardoor de scooter nu groter, althans breder, meer uit elkaar staat. En dan heb ik wielen eronder gezet van wat grotere wielen van de quad. En een mega motor eraan gehangen. Oh, ik noem het mijn monster truck scooter Quatinator 64 2000 XX 9500 milliliter. Maar goed, zoals jullie kunnen zien, ik ga even een testritje maken. Hij is nog wit, dat klopt nog helemaal niet. En kijk nou hoe traag die is. Dit slaat nergens op. Laten we even een snelheidstest doen. Als ik nu vooruit ga, kijk hoe traag. Nu ben ik hier onderweg. Oh, dit is veel te traag. Er zit ook nog geen Henkie boost button op. De toeter is nog saai. Kijk nou, hij gaat niet harder dan 130 km per uur. Gewoon niet harder. Nou, laten we maar omkeren, want dit slaat nergens op. Henkie kan beter dan dit, jongens. Henkie zal jullie laten zien dat een monster truck versie van een scooter veel sneller hoort te gaan. Dus laten we eventjes hier even... Oh, 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 hey. De Henkie noodrem zit er overduidelijk ook nog niet op. Nou, we parkeren hem weer hier. En dan gaan we eventjes aan de slag. En dan zie ik jullie zo meteen terug als hij helemaal af is. Au, tot zo. Daar zijn we weer. En moeten jullie zien... Bam! De Henkie Monster Scooter is af, dames en heren. Ik heb even wat mooie flares ernaast gegooid voor het effect. Maar kijk hem dan daar eens toe staan, hé. Hey. Oké, nu moeten we even wachten tot die flares uitgaan. Want anders kan ik het eigenlijk helemaal niet goed laten zien. Kijk, wat een prachtmodelletje. Hij is roze. Hij is groen. Hij is groos. Groos. G-R-O-S. Groos. En dat niet alleen. Hij is ook super snel. Zijn jullie gelijk klaar voor een snelheidstest, dames en heren? We gaan nog even niet Henkie boost button gebruiken. Die gebruiken we zo meteen pas. Maar komt ie. 3, 2, 1. Vanuit stilstand. Oh, oh, oh. Dit is een stuk enger als je erop zit, jongens. Oh, dit is behoorlijk eng. Oh, oh, oh. Oh, nee. Oh, 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 oh. Oh, ja. Ik heb hem, ik heb hem. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Goed landen. Kom op, Henkie. Landen, landen. Remmen, remmen, remmen. Oh, oh. Oh, dames en heren. Het enige wat ik ben vergeten te installeren zijn riemen. Maar ik denk niet dat riemen nodig zijn. Ik bedoel, je zag het net. Je landt toch altijd wel op je voetjes. Oké, misschien had ik toch een riem erop moeten installeren. Of gaan we nog een keer het risico lopen zonder riem? Dat vind ik ook misschien wel goed. Oh, 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 oh. Goed, jongens, ik heb mijn hamer er maar even bij gepakt. Laten we toch maar even een riem erop installeren. Anders blijven we eraf vliegen. Kom op, riem hier en dan moet het eerste gedeelte. Dan hier achterop doen we het tweede gedeelte. En als het goed is, hebben wij dan een riem geïnstalleerd. Zo makkelijk gaat dat. Goed, dan zie ik wel nu dat dit vliegveld hier helemaal niet geschikt is voor de Henkie-test, voor de snelheidstest. Laten we even naar een veiliger plekje gaan. Oh, die moeten wel alleen nog veilig zien te komen. Maar we hebben een riem nu. We hebben een riem nu. Dus dat is allemaal helemaal veilig. Ik snap alleen niet waarom iedereen aan het spookrijden is. Jongens, gaan ze aan de goede kant van de weg rijden. Goed, we zijn bij de grote snelweg aangekomen. En dan denk je, Henkie, ga je nou weer op de grote snelweg een snelheidstest doen? Nee. Wat wij hier aan het doen zijn natuurlijk, dames en heren. Dus als we even heel voorzichtig hier langs rijden, kijk eens wat we hier hebben. Een sprongetje. Oh, ik dacht, nou wat nou als we hard aankomen rijden en dan hier zo, waa, de lucht in vliegen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Maar daarvoor moeten we eerst eventjes deze kant op. Ik weet niet hoe ik dit deed, maar dat zag er heel cool uit. Start de coole muziek. Kietel die vrouw onder de voeten daarachter. En dan 3, 2, 1. Oh, daar gaan we. Oh, ik moet eerst veilig de bocht om zien te komen. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Ja, en we vliegen. Oh, kijk wat een sprongetje. En land. Au. Oh, ik vergat met iemand te doen. Oké, dat kan beter. De aanloop was nog niet goed genoeg. We moeten het beter kunnen. Dit kan veel beter. We zijn wel hier op het dak geëindigd. Maar dit kan veel beter. Dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. We nemen een stukje van het hek mee. Oh. Ja! Kijk, dit is nog eens een sprongetje. Oh, ik word wel een beetje misselijk. En niet er vanaf vallen, Henkie. Niet er vanaf vallen. Op het dak. Op het dak. Nou.
Ik viel vanaf. Ah, we zijn op het dak geland. Ah, ik ben nog nooit op dit dak geweest. Wow, wat een mooi uitzicht vanaf hier, hè. Wat een prachtig uitzicht. Zo zie je maar, dames en heren. Zolang je met Henkie op stap gaat, zal er altijd... Wat, pap? Nee, hij staat nog op het dak. Daar staat hij. En ik ben naar beneden gevallen. Oh, er staat een agent hier. Er staat een agent hier. Goeiedag, meneer de agent. Het is misschien heel gek, maar ik landde met mijn monsterscooter bovenop je dak. En toen viel ik daarna naar beneden. En nu staat mijn monsterscooter nog bovenop. En nu weet ik niet meer hoe ik dat moet gaan regelen. Kan u mij misschien helpen of zo? Hé, dat toch lekker niet, hè? Wacht eens even. Ik heb ineens een heel goed idee. Zoals jullie kunnen zien, ik kan nou niet heel hoog springen. Maar daar heeft Henkie een oplossing voor. Dan moet ik heel even met mijn schoenen een beetje klooien. Een beetje monteren. Dan moet ik nog de draadjes verbinden met elkaar. En als het goed is, heb ik dan mijn supersportschoenen aan. En dan zou ik aan de kant de auto. Dan gaan we en... Hoppakee, ja! Ah, wow! De Henkie's superschoenen werken. Zo, als het goed is, zou ik er nu niet meer af kunnen vallen. Landen we hier gewoon weer op de snelweg. Aan de kant, meneer. Hé! Hey. Ik had jou net onder je voeten gekieteld. Oké, dan is hier, als het goed is, nog één sprongetje die ik uit wil testen. Dan wil ik gelijk aan jullie laten zien dat je deze auto of deze monsterscooter ook kan gebruiken voor geheime spionnenmissies. Wat je namelijk doet, is volledig gas geven hier. Volledig gas geven. En we gaan de Henkie Boost Button zo gebruiken. Dan gaan we hier om de hoek. Hier om de hoek. Rijden. En... Henkie Boost Button! Oké, dan spring je eraf. Hoppakee. En dan open je de parachute. Zo. En ik weet niet waar mijn monsterdinges dan heen is, maar let op, hè. Dit is voor geheime spionnenmissies. Dit is voor geheime spionnenmissies. Daar gaat hij. Daar valt hij naar beneden. Kijk. Kijk, stel je bent nou een geheime spion die je vliegtuig moet stelen. Dan kom je op deze manier kom je stiekem op het vliegveld zonder dat mensen het doorhebben. Ik heb alleen nog niet echt besloten waar ik nou wilde landen. Dus dat is misschien niet heel handig. Oh, misschien kan ik hier wel op landen. Kijk. Hoppakee. Au. Oh nee, niet bij de ladder. Oh, gelukkig. Kijk, en dan ben je hier geland. Gecombineerd met mijn superschoenen springen we naar beneden. Openen we onze parachute weer in 3, 2, 1. Hoppakee. Land je hier op de vleugel. Oh, over de... Oh. Ja. Ah, ik ben altijd zo blij dat ik welkom ben op het... Fijn, welkom. Hallo, wat is dit? Ah, oh, ze hebben mijn geheime spionnenmissie door. Oh nee. Oh nee. Aan de kant, politie. Waarom is iedereen boos op mij? Ik kom hier al jaren. Ik kom hier al jaren, hé. Oh, gelukkig zijn ze niet zo snel. Oh, 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 oh. Gelukkig zijn ze niet zo snel, Henkie. Handhaving aan de kant. Handhaving aan de kant. Oké, Henkie, we gaan ontsnappen. We gaan ontsnappen van het vliegveld en dan zijn we van ze af. Daar komt hij, hè. Daar komt hij. Henkie Boost Button activeren. Activeren. En... Dat viel heel erg mee. Oké. Ik ga er al van door. Het spijt me. Ik zal wel weggaan. Ik zal wel niet meer terugkomen. Ja, loop maar weg, hè. Ik ben niet meer welkom bij het vliegveld, denk ik. Nou, laten we hem dan maar gewoon weer terugbrengen. Helemaal naar het gebied waar hij een beetje vandaan komt. Want ik denk dat ik daar iemand er wel heel blij mee kan maken. Oh, oh, oh. Hé, hey, op een auto's oppassen nou, hè. Jij bent de volgende scooter. Oh, jee, dat was... Oef, 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 oef. Oh, wat een landing. Zou het goed gaan met de man op de scooter? Volgens mij kan ik hem mooi hier ongeveer ergens af. En dan stuiteren we door, maken we een paar salto's. Landen we hier op onze voetjes. Vliegen we hier ook nog eventjes door. Doen we even een paar achteruit salto's. Want waarom wil je niet? Rijden we heel even voorzichtig terug hierheen. Zou mijn limousine er nog staan? Limousine, je bent er nog! Ah, wat mooi. Nou, weet je, dan gaan wij ook niet stelen. En dan geven we hem gewoon netjes terug. Zouden ze nog steeds het feestje hebben? En dan kan ik hem misschien gewoon bij het feestje afleveren. Oh, kijk. Ze hebben hier een gezellig feestje. Kijk nou, kijk ze gezellig zitten. Zo jongens, ik heb voor jullie een prachtige monsterscooter gecreëerd. Ik zal even een kleine uitleg aan je geven, Frank. Hier, kijk, wat je moet doen. Je hebt hier gewoon de remmen zitten. Daarmee kan je remmen, je kan daarmee gassen. Er zit daar wel een rode grote knop. Dat is de Henkie Boost Button die je daar ziet. Maar er is één ding waar je heel erg moet mee oppassen, Frank. En dat is als je het slot overhaalt, draai je nooit naar links. Ik heb dat niet veilig gemaakt en ik weet niet wat er dan gebeurt. En ik wil dat eerlijk gezegd ook niet testen. Dus draai vooral de sleutel niet naar links. Nou, veel plezier ermee, jongens. Geniet ervan. Doe lekker jullie ding. Draai hem niet naar links om, hè. Oh, kijk eens. Nou, dan gaan wij dus even kijken of we mijn limousine op kunnen halen. Of we dan... Wat is hier gebeurd? Nee, Frank! Nee, kan jullie nou liggen met z'n allen? Oh, wat zei ik nou? Niet de sleutel naar rechts om... Of zei ik links? Ik bedoelde niet de sleutel naar rechts omdraaien, want dan ontploft het. En ik zei waarschijnlijk links. Ambulance, je moet hier zijn. Daar liggen ze, ambulance. Oh, daar is de brandweer ook al. Brandweer. Kunnen jullie nog wat doen? Kunnen jullie nog wat regelen? Wat gaan jullie doen? We hebben jullie hulp nodig. Reanimatie, mond-op-mond-beademing, Heimlich-greep. Hier moeten jullie zijn, brandweer. Gaan jullie nou trouwens weg? Hallo, ze liggen daar allemaal op een hoopie. Blus het snel, jongens. Blus het. Goed zo. Met trots op jullie, jongen. Hé, hey, daar hebben ze nog een gezellig feestje. Slaap lekker. En mijn prachtige monsterscooter dan. Hij is helemaal naar de filiale. De filiale. De filie.
Helemaal naar de knoppen. Ik vind het jouw schuld, Frank. Jouw schuld. Nou, laten wij maar naar huis gaan dan. Nemen we deze prachtige ambulance mee? Zijn wij nu collega's, meneer, dat wij hier samen aan het rondrijden zijn? Ik zet mezelf alleen even af bij het vliegveld, hoor. Geen zorgen, dan maar krijgt u de ambulance terug. Oh, nou, laten wij maar weer in de limousine stappen hier. En dan, dan hebben we wat leuks gemonteerd. Alleen, voor een of andere reden ontplofte dit. Ik snapte nou niet waarom. Maar voor nu, dames en heren, wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet zeker even niet te liken voor meer Henkie video's. En dan nu, spreek je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. En tot de volgende keer. Yeah! Nou, dat is misschien wel een beetje heel hoog.